We zijn gealarmeerd voor een woningbrand. In tweede instantie bleek het gaan om een rieten kap die in de brand stond. Daarop is heel snel opgeschaald. Ter plaatse aangekomen kwam de brand al uit het dak. Hebben wij een inzet gedaan binnen. Nog geprobeerd de brand van binnen te bestrijden. Helaas is dat niet gelukt. Het vuur kwam te snel naar ons toe. Daarna hebben we hem van buitenaf moeten pakken. Hij zat in de kapconstructie. En wat de oorzaak is, dat weet ik niet. Daar doen ze onderzoek naar. Maar in ieder geval, dan gaat het door het riet heen en dan staat de hele kap in de brand. We hebben nog geprobeerd met een specialistisch team, dat noemen wij de rietkapploeg, uit Elst, als ik het goed heb. Geprobeerd te kijken, is er nog wat te behalen van buitenaf. Maar de brand was zo ver gevorderd dat het niet meer veilig was om die eenheden in te zetten. En dan houdt het op en dan is het nog alleen van buitenaf. Er zijn 3 brandweerwagens ter plaatse geweest. Een schuimblusvoertuig met heel veel water. De hoogwerker zoals u ziet achter mij. En we hebben grootschalig watertransport afgelegd van open water. Zodat we extra veel water hebben om de blussing in te kunnen zetten. Ja, de bewoners waren thuis, ik weet niet hoeveel. Maar de vrouw des huizes heeft de brandweer gebeld. Dus vandaar dat we ook heel snel ter plaatse waren. Maar helaas... Het resultaat is achter. Riet is ontzettend moeilijk te bestrijden. Dan moet je hem gelijk kunnen aanpakken. Ja. En als dat niet gaat, dan kunnen we nog alleen maar van buitenaf. We gaan direct aan de andere zijde een kraan inzetten om wat riet weg te trekken. Het betreft hier een rijksmonument. Dus we proberen in ieder geval de voorgevel echt te behouden. Ook al is dat een schrale troost. Maar dat is ook wel belangrijk voor de bewoners dat die blijft staan en bij de herbouw.